Yo, Nintendo fans! Welkom bij een nieuwe Paper Mario video. Like en abonneer. En dan gaan we snel beginnen. Want we zijn op zoek naar de schildstenen. We hebben er inmiddels 2 gevonden. Eentje hebben we in de vorige aflevering gekocht van deze mol die hier staat. Voor veel te veel geld blijkbaar. Ik had al zo'n voorgevoel. Maar ja, ik gunde hem mijn geld of zo, I guess. Hey yo, we vinden hier een warp ding. Wow, wat een mooie rode buis, zegt Olivia. Had iemand het eerder niet over een kortere weg naar Toadorp via een buis? Misschien is dit hem wel. Dat denk ik wel, vrolijke vrienden. Hoppa! Ik wil graag mijn vrienden, mijn familie en mijn coach bedanken en Toads die in me zijn blijven geloven. Dit is voor jullie. Dat is best wel nice, want ik wil even kijken in Toaddorp of ik accessoires kan gaan kopen. We kunnen accessoires kopen! Als het goed is komen we nu uit in het museum. Ja, kijk hier, in de ondergrondse museum dinges. Als wij straks terug willen moeten we dus weer buis nummer 1 pakken. Yo! Museumbaas! What up? Nee, dit is eigenlijk mijn 2e bezoek aan het museum. In aflevering 2 of 3 was ik hier ook al, maar toen was jij er niet. Dus ja, dat kon je niet weten, Toad. Ik zal even uitleggen hoe het werkt. We verzamelen verschillende stukken van je reis en stellen ze hier tentoon. Ze zijn volledig toegewijd aan artefacten uit jouw avontuur. Dat is uniek, dat kan geen enkel ander museum zeggen. En hoe zit het dan met het museum in Animal Crossing? Die is ook vet. Over uniek gesproken, we hebben op dit moment nauwelijks een tentoonstelling. Afgezien van 1 spectaculair pronkstuk. De Super Marino. Ja, vet. Vet. Hier staan dus alle trofeeën die je vindt tijdens je avontuur. Als het goed is, hebben we er al een paar gevonden. Kunnen we dan hier naar binnen? Wat? Oh, we kunnen hier kunstwerken ontgrendelen. En daar moeten we Toads voor inleveren? Oké, laten we wat Toadpunten gebruiken. Ja, kasteeltje. Mooi, man. Mooi. Nog meer vanuit het kasteel. Oh, nee. Oh, man. Dit doet wel pijn, want het kasteel is natuurlijk nu weggevlogen. Dit was het begin van ons avontuur daar linksonder. Ja, vet. Kunnen we deze gelijk helemaal ontgrendelen? Ah, kijk. Hier hebben we het Toaddorp en het museum. Ik ga deze gewoon gelijk helemaal doen. Nice. Ja, dit ziet er wel leuk uit. Vet, man. Ik wil ook zo kunnen tekenen. Ik ben benieuwd. Zouden we een bonus krijgen als we in 1 kamer alles ontgrendelen? Ja, we zijn er bijna. We zijn er bijna. Hoppakee. Ja, leuk joh, zo'n museum. Hé, hier zien we vaders tronkie. Dat vond ik echt een leuk stukje. Oké, cool. Voor de rest niks. Oké, dan ga ik er weer vandoor. Mazzel! Oh, daar staat die Toad van het gevechtslaboratorium. Ja, die wil natuurlijk ook even dat we bij hem langskomen. Bij hem kunnen we blijkbaar trainen. Oh man, het Toaddorp wordt alweer aardig herbouwd, hè? Mooi, je bent er. Welkom in het gevechtslaboratorium. Nu we bedreigd worden door die gebouwen gedrochten, komt mijn installatie goed van pas. Hier vind je de nieuwste technologie. Om je gevechtsvaardigheden aan te scherpen, je moet wel je eigen handdoek meenemen. Ja, hey, dat is sowieso nu toch, met die pandemie. Dat moet sowieso. Anyway, leden krijgen een gratis welkomstgeschenk. Oeh, een 1-up paddenstoel. Die brengt Mario weer te leven als ze een leven verliezen. Oké, maar dude, wat moeten we doen? Probeer maar een machine uit. Ze zijn onbreekbaar. Oké, de hamermachine. Dan kun je de juiste timing leren voor de hamer aanvallen. Is het gewoon om te oefenen? Dit is toch een prima timing key? Ja, kijk, hoppakee. Die hadden we al door. Oh, en hier kunnen we onze sprongen oefenen. Ja, maar dit kunnen we allemaal al, Tootje. Oké, wat is dit? Dit is de verdedigingsoefening. Oh, nou, dit ging top. Dit ging helemaal top. Nou ja, prima. Was dit het? Serieus? Ik had hier meer van verwacht, vriend. Maar waar is die winkel waar ik accessoires kan kopen? Is dit die winkel waar ik accessoires kan kopen? Ik denk het. What up, man? Oh, ik moet eerst even zijn vloer maken, denk ik. Ik denk dat hij dat op zich wel op prijs zou stellen. Kijk, ben je blij? Oké, meneer. Wat voor accessoires heb je? Een bronzen horloge en een snipperzuiger. Ja, die snipperzuiger lijkt me wel heel handig. Dan pak je de snippers dus iets makkelijker op. Dat is wel chill. Nou, weet je wat? Doe dat bronzen horloge ook maar even. Dan krijgen we meer tijd om de tegenstanders op te stellen tijdens battles. Ik bedoel, we zijn er nou toch. En inderdaad, dit zijn dus items die je gewoon aan en uit kan zetten. Dus dat is wel lekker. Even kijken hoor. Dus ik kan die aanzetten en die kan ik ook aanzetten. Super chill. Er zijn nog best wel veel meer zo te zien. Oké, en nu snel terug naar die stenen. Nog 3 windstenen te gaan. Let's gizzo. Hallo? Oh, jullie gaan de brug beveiligen. Oh, oh ja, maar hoe kom ik hier langs dan? Vriend. Ja, draai hem maar om. Heel goed, heel goed. Dank u wel. Dank u wel. Bam! Klap hem! Ja hoor, nog 1 keer, nog 1 keer, nog 1 keer. Hoppakee, dit was easy man. Easy. Kijk, en je ziet dat nu de snippers lekker naar mij toe komen. Ik hoef ze niet meer echt op te pakken. Dat komt dus door die snippers stofzuiger die ik net heb gekocht. Yo, Toad, durf je al te laten vallen?
Blijf van me af, valse flauwwerken. Kom nou maar. Kom nou, ik ben het. Mario. Gaan we weer naar het dorp dood. Oké, ik ben benieuwd hoe lang we erover gaan doen om die 3 nieuwe steentjes nog te gaan vinden. Kijk, ik wil natuurlijk ook gewoon even al die geheimen proberen te pakken. Hier zit sowieso ook wat. Wat? Die bosjes schuiven weg. Hoe schuiven die bosjes weg? Oké, Goomba, deze moeten we verslaan. En dan komt er waarschijnlijk weer zo'n portal ding. En daarmee kunnen we dat blaadje erachter weghouden. Kijk, we hebben de Goomba verslagen en jou hoor, inderdaad. Hoppakee. Wat? Oh, wat? Oh ja, hier is de volgende steen. Nice. Maar, het is een dode Koopa, a.k.a. Dry Bones. En Olivia vindt het nogal macaber. Het is een skelet van een Koopa Troopa. Hij was hier vast al die tijd opgesloten, arme stakker. Dit ziet er inderdaad echt super sad uit, jongen. We hebben hier de gele schildsteen. En deze was dus van Dry Bones. Ik vind het er wel sad uitzien, inderdaad. Zo, die botten die daar nu liggen. Oké, kijk, hij leeft weer. Top. Hij voelt zich prima. Het is gewoon geen Koopa Troopa, maar een Dry Bones. Met grote dorst. Oké. Ik ben blij dat je er weer bent, Dry Bones. Oké, guys. Nog 2 stenen te gaan. En dan kunnen we naar het museum. Eerst gaan we weer even Toads ontgrendelen, hoor. Hoppakee. In Super Mario Bros. 2 voor de NES, dan trok je al die penen en een soort van knollen uit de tuin. Maar nu trekken we gewoon kaart aan die Toads. Huh? Is dat alleen zijn hoofd? Die is kapot. Jij bent nu vervloekt door het hoofd van Toad. Boe, ik heb geen lichaam. Geintje, hij is gewoon dubbel gevouwen. Yo, kom jij er ook uit? En de laatste. Oh, die wordt vastgehouden door een Goomba. Nee! Kunnen we hem redden? Laat hem met rust, joh. Nou, oké. Hij zal zichzelf wel redden, denk ik. Anyway, we kunnen hier naar beneden. Ja, zie je? Dan moeten we achterlangs zo. Hoppa. Yo, Koopa, wat doe jij hier, jongen? Ben je aan het vissen? Potverdobber. Die vis is er met zijn geluksteen vandoor. Hey! Oké, let's go. Nu gaan we even kijken of al dat vissen in Animal Crossing heeft geholpen. Of ik het nog steeds kan. Sowieso heeft die grote vis daar die geluksteen. Oh, wow. Dit ging niet helemaal goed. Ja. Go. Pak hem. En gelijk in een battle. Oh, wat nice. Dit is wel lachen. Ik ga eens even kijken of de Toads mij kunnen helpen. Oh, wow, dit kost echt superveel muntjes. Holy crap. Oké. Oh, kijk, daar gaan ze... daar gaan ze allemaal shit op die vissies gooien. Het deed alleen maar 2 HP damage. Dat was niet echt... dat was niet echt heel nice. Kijk, ik ga mijn ijzerschoenen gebruiken. Let's go. Come on, Mario. Hop. Lekker. En we hebben de muntjes weer terug. Maar zou deze in de... Ja, kijk, deze heeft gewoon die steen. Lekker. De blauwe schildsteen hebben we ook binnen. Nu moeten we er dus nog 1, hè. We mogen in ieder geval de steen houden van Koopa. Dus dat is aardig. Go. Stiekem vind ik het best wel... Oké dan. Ik wou net zeggen, best wel spannend wat er nu gaat gebeuren. Oh shit, nog 1. Nee. What the heck. Oké, we hebben die ster nodig, jongens. Let's go. Loopt er doorheen. Hoppa. Kijk. Zo doen we dat. Nice. Moet ik nu gelijk doorrennen ergens naartoe? Kan ik deze bijvoorbeeld ook nakken? Ja, nice. We komen al dichter bij het lint, jongens. Het lint is hierboven. Hier nog even dit gat dichtmaken. Hier nog even een toad vinden. Yo! Even dit gat dichtmaken. En even hier een itempie uithalen. Wat zal het zijn? Het zijn weer muntjes. Oké. Ik ben heel benieuwd wat er nu gaat gebeuren, jongens. Wat gaat er nu gebeuren? We zijn aangekomen bij het rode lint. En we zien ook een of andere skilift. Kijk daar, bij die bergbaan. Die Toad is iets met het lint aan het doen. Ja, die zit vast daar. Of hij moet poepen, dat kan ook. Zo ziet hij er ook wel uit. Meneer Toad, kun je even losmaken van je taken? We proberen het lint te ontkoppelen, maar hij zit er zelf een beetje in de knoop. Zie je? Hij kan dat niet. Hij zit helemaal vast. En iedereen is aan het klagen dat niemand naar boven kan naar de berg. Oh, kijk eens, daar is een blauw lint. Als we klaar zijn met het rode lint, moeten we hier nog maar eens terugkomen om dat blauwe lint te volgen. Oké, we komen eraan, Toad. Maar je moet nog een klein beetje wachten. Ik kan je nog niet helpen. Oké, let's go. We gaan hoger de berg op. Wat gaat hier allemaal gebeuren, jongens? Oh nee, Spinies. Ik zag ze al, jongen. Ik zag ze al. Hoppa. Ik zag al dat ze gingen komen. Oh, snap. Zoveel vijanden? Dit is wel echt heel veel. Gewoon 12 vijanden. Oké. Ja, deze was niet goed genoeg. We hadden dit in 1 beurt kunnen doen. Maar dan had ik het iets beter moeten timen. Kijken of het nu wel lukt. Ja, dit is uitstekend. Die hebben we wel in 1 keer, denk ik. Ja, nice, want ze hebben 15 HP. Dat dacht ik al. En nu gaan ze mij even aanpakken. Gewoon 16 HP eraf, joh. Ik heb mijn ijzeren schoenen aangedaan, want ik wil ze wel extra veel damage doen. Zodat ik ze allemaal in 1 keer kan slopen. Oké. Ja, dit was even een intens battletje. Ik moest hier wel even goed opletten, jongens. Anyway. We zijn bovenaan bij de berg gekomen. Oh, snap. Wat is dit dan? Zien deuren er altijd zo uit? Nee, toch? Hoe komen we hier binnen? Ja, nee, dit lijkt niet op een deur. Dit lijkt gewoon op een gigantische berg. Kijk, ja, we moeten nog een stukje berg beklimmen. Wie plaatst er nou een deur op die hoogte? Ik kan wel zweven, maar dat is voor mij zelfs te hoog. En voor jou helemaal. Ja, ik
kan daar niet naartoe zweven, Olivia. Laten we eens even kijken hoe we dit moeten gaan doen. Er is in ieder geval hier een tovercirkel. We moeten de aardorigant eens even gaan opzoeken. Misschien kan die ons wel helpen. Oh, maar ik heb toch nog niet alle stenen? Ik moet nog één steen zien te vinden. Weet iemand waar die laatste steen is dan? Ligt die misschien hier ergens? Ja, hè? Ja, jullie zijn aan het voetballen met dat laatste ding. Dit kunnen wij, dit kunnen wij. Dit kunnen wij sowieso. Hoe werkt dit? Hoe werkt dit? Oh, wat? Hij valt om. Oké, en nu? Moeten we ze allemaal gewoon om laten vallen? Is dat het ding? Moet ik ze allemaal om laten vallen? Zodat hij... Oh, ja, ze moeten niet kunnen pasen. Ze moeten geen afspeelmogelijkheden hebben. Ja, kijk, hij doet naar de verkeerde. Pak die bal. Lekker. Oké, we hebben de rode schilsteen ook te pakken. Dit was wel humor. Dit was leuk. Maar nu gaan ze me aanvallen, of niet? Ja, zie je wel. I knew it. Nu zijn ze boos. Maakt niet uit, jongen. Ik pak jullie allemaal. Hoppakee. Pak hem. Lekker. Lekker. We kunnen dit. Deze heeft nog één klap nodig. Ja, lekker. Top. Die andere twee hebben volgens mij allebei nog twee klappen nodig. Hoor de muziekje trouwens. Echt zo'n Braziliaans wereldkampioenschap muziekje. Het heeft ook wel wat weg van de muziek van Arms eigenlijk. Hebben. En die laatste. Hoppakee. Doods. Jullie zijn vrij vrolijke vrienden. Ze lieten je verdenken, hè, Mario. Je zult nu wel doodmoe zijn. Hier, dit brengt je weer op de been. Ah, dankjewel. Dankjewel voor de 50 HP. Om topspeler te worden moet je één worden met de bal. Stel dat je gekke toads. Even nog de kistje pakken. Hoppakee. Hé, hey, een Shy Guy trofee. Papier-maché Shy Guy trofee. Oké, toads. Later, hè. Het was leuk om met jullie te voetballen. Anyway, we hebben nu alle windstenen. En we kunnen dus nu naar beneden, naar de ingang. Om die windstenen in te gaan leveren. Op het picknickpad. Hier aan de rechterkant, hier rechtsonder. En dat gaan we doen in de volgende aflevering, jongens. En dan gaan we die aardgigant beest ding wat boven staat, gaan we kapot maken. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal. En wil je mijn live zien gamen, volg me op Twitch.tv/Rickertune. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!